rustige week, want eigenlijk alle spelers liggen hier vast. Ja, als het daar alleen over gaat, dan dat is niet alleen maar mijn job. Het is een onderdeel van mijn job, maar wel een belangrijk onderdeel. Maar inderdaad, het is rustig. Het laat er in ieder geval zich naar aanzien dat het rustig blijft. Gaan er nog spelers komen? Of is dat gezien eigenlijk wat we weten? Enfin, het heeft gewoon een grote selectie, is dat niet nodig? Nee, het is eerder zaak om de selectie nog wat in te krimpen. Omdat wij toch een vrij grote selectie hebben. Een aantal spelers op een positie komen dat ze wat weinig aan het spelen komen. Waardoor dat voor hun een slechte situatie is voor Feyenoord, maar met name voor hun persoonlijk. Dus we hebben ook aan een aantal spelers aangegeven dat we kunnen kijken naar een eventuele uitgaande transfer. Maar de namen zijn bekend. En Fernandes, en Mococho en Leerdam. Nou, we wachten die ontwikkelingen af. Op dit moment is dat rustig. Kai Ramstein eventueel verhuurd. Want ja, goed, die speelt al een half jaar in de belofte. Nou, die wil weer graag op het allerhoogste niveau zich presenteren en zich verder ontwikkelen. Vinden wij ook een goede zaak. Daar zijn twee clubs min of meer in geïnteresseerd. VVV en PEC Zwolle. Nou, we wachten dat rustig af. Dat is nog niet dusdanig concreet dat we daar vandaag of morgen al zaken mee gaan doen. Dus dat wachten we rustig af. Ja, anders Atje Bar hadden jullie ook liefst willen verhuren. Maar nu wilde hij zelfs het liefst bij Feyenoord voor zijn kans gaan. Ja, dus hij heeft een paar weken geleden en zijn begeleiders aangegeven dat hij graag verhuurd wilde worden. Nou, daar hebben wij over nagedacht en toen hebben we gezegd, nou prima, als hij dat zelf graag wil, dan kunnen wij daar ook medewerking aan verlenen. Nou, nu is het goed te horen dat hij dat zelf niet meer wil. Nou, voor ons prima, prima. Ja, ziet hij misschien ook kansen omdat er met name op de vleugels spelers op dit moment geblesseerd zijn, dus zijn er mogelijkheden? Waarschijnlijk. Hè. Speelde tegen AGOVV vanaf de rechterkant, speelde hij een helft, speelde hij heel erg goed. Dus daar presenteerde hij zich inderdaad op de vleugels wat problemen, fysieke problemen bij ons. En anders gaat het weer voor zijn kansen bij Feyenoord. Nou, prima om te horen. Ja, drietal wat je eerder aangaf die weg mogen. Verwacht jij dat het wel snel rond gaat komen? Nee, want op dit moment is er eigenlijk niks concreets voor geen van drieën. Dus nou is de januari maand nog lang. Hè, en we weten allemaal uit ervaring dat het pas in de laatste dagen echt vaak op gang komt. Hè, dan komt de druk erop hè, van de deadline en dan wordt alles weer vloeibaar. Dus dat wachten we af en dan zullen we zorgen dat we paraat zijn, dat we klaar zijn. Dus daar is het misschien wel het wachten op. Maar op dit moment nogmaals niks concreets. Ja, de grootste transfer heb je al gemaakt hè, met het binnenhalen van Pelle. Nu komen de berichten vanuit Alkmaar dat jullie het geld mogen overmaken. Gaat die transfer wel door? Ja, die transfer die gaat 100% door, want eigenlijk heeft Feyenoord daar helemaal niets mee van doen. Ik heb al eerder gezegd dat het heel erg kwalijk is dat AZ nog altijd hun geld niet heeft gehad, tenminste 2/3 van het geld niet. Waar ze toen de tijd Graziano voor verkocht hebben, dat is een hele kwalijke zaak. Dat moet eigenlijk niet kunnen in het voetbal. Dus ik hoop echt dat ze deze week of volgende week hun geld al hebben. Nou, zij hebben beslag gelegd op die transfersom die wij pas in juli gaan overmaken, hè. Dus dat is nog een half jaar. Nou, ze zien dat wellicht als een extra drukmiddel richting Parma om daar nog eens meer druk op te zetten. Dus er is nog een half jaar te gaan voor Parma om dat met AZ op te lossen. En op dat moment kijken we dan wel hoe wij ervoor staan. Maar die transfer die komt helemaal niet in gevaar en in wezen zijn we er ook helemaal geen partij in. Ja, en jullie gaan gewoon het geld overmaken aan Parma? Ja, dat zien we dan in juli wel, waar het nou over gemaakt moet gaan worden. En dat zien we dan wel. Maar nogmaals, niemand hoeft zich zorgen te maken dat deze transfer niet doorgaat. Enige speler waar je misschien nog wel onder tafel mee moet is Stefan de Vrij, de aanvoerder. Wel een van de spelers die in ieder geval het jaar daarna een aflopend contract heeft. Ja, dat klopt. We hebben aangegeven dat we graag met hem willen verlengen. Dat is onze aanvoerder. Een hele goede speler, talentvolle speler. Kan bij ons nog een aantal jaren prima spelen, vinden wij. En mede vorm geven aan de ontwikkeling van Feyenoord ook. Belangrijke jongen. Nou, hij heeft het zelf ook fantastisch naar zijn zin. Dus die insteek zal in ieder geval zijn om daar positief met elkaar aan tafel te gaan. Ja, of dat uiteindelijk dan straks zal lukken, ja, dat zal blijken. Maar van twee kanten denk ik een positieve intentie. En deze week zal ik benutten om eens met Stefan een kop koffie te gaan drinken. Om allerlei zaken te bespreken zoals het sportieve en de situatie van hem. De situatie van Feyenoord. En met name op sportief vlak. En daarna pakken we het dan wel op met het management. Ja, want technisch directeur zit nooit stil. Hè? Ik neem aan dat je ook deze week evaluatiegesprekken ook met spelers voert.
Zit nooit stil. Dat is absoluut zo. Want soms wordt er wel eens gezegd van ja, het is rustig en je bent klaar. Je bent eigenlijk nooit klaar met dit vak. Want je kunt overmorgen overvallen worden door een belangstelling van een club voor een van je beste spelers. Nou hebben wij gelukkig de omstandigheid dat die langdurig vastliggen. Dus ja, je hebt daar wel een behoorlijke onderhandelingspositie. En je hoeft niet overal aan mee te werken. Dat is dus wat gunstiger als dat er contracten aflopen. Dat er altijd die druk zit. Maar je zult altijd voorbereid moeten zijn. Dus ons schaduwteam zal altijd geactualiseerd moeten zijn. We hebben volgende week weer een uitgebreide bespreking thuis in Rotterdam met onze technische staf, met onze scoutingstaf, om dat schaduwteam weer te actualiseren. Stel dat dit gebeurt, stel dat dat gebeurt, dat we onze scenario's hebben klaar liggen na 31 januari. Dus ja, dat is eigenlijk nooit klaar. Want verwacht jij nog wel dat met name voor de grotere spelers, de internationals, nog wel interesse gaat komen? Je zou zeggen ja, fijn, het staat er goed voor. En tussen aanleidingstekens zijn ze voor Europese topclubs voor een... Dat prikje wil ik niet zeggen, maar ja. Nee, dat prikje dat kun je vergeten. Dat kun je echt vergeten. Dat kan iedereen vergeten. Wat dat betreft maken wij onze stappen wel bij Feyenoord. Ik verwacht dat eerlijk gezegd in januari niet. Je weet dat nooit. Hè, of er clubs in paniek raken of dat er situaties ontstaan elders waarin clubs willen gaan reageren. Maar ik verwacht dat eerlijk gezegd.